9999. Nee mensen, dit zijn mijn oefeningen niet. Dit zijn mijn oefeningen niet. Welkom bij een nieuwe aflevering waarin ik ga vertellen over het afvallen, de race richting de sixpack. Jullie hebben het vorige keer gezien, de afvalvlog. Ik heb nieuwe schoenen gekocht. Kijk eens. Oh, er zit nog een plakketje aan de onderkant. Een stickertje. Even weghalen. Waarom krijg ik die sticker zo moeilijk weg? Komt-ie, hè? Deze vervelende sticker. Ik heb dag 2 veroverd van het sporten. We hebben vooral de bovenbenen getraind. De dijbenen, de armen hebben weer getraind. Nee, je ziet het nog niet, hè? Nee. Het zal ook lang niet gebeuren nog. Dat heeft tijd nodig, mensen. Het heeft tijd nodig. Het kost tijd. Het kost moeite. Het kost energie. Want jullie weten, vorige keer in de video heb ik verteld van... Ik ga afvallen. Tada! Dank u. De grote race tegen het afvallen. Het valt allemaal wel mee. Ik had het zwaarder verwacht. Ik had natuurlijk wel een paar dagen last van spierpijn. En ik ben benieuwd of het morgen weer spierpijn wordt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik weet het niet zeker, maar het hoort er gewoon bij. Het is gezond. Dat betekent dat ik gewoon goed mijn best heb gedaan. En als ik geen spierpijn heb, dan heeft dat een teken dat ik het gewoon vaak heb gedaan. Dus het kan allebei heel positief zijn eigenlijk. Over 3 dagjes gaan we weer. En dan gaan we de derde... Het zijn 3 dagen die we doen. En die gaan we dus 3 keer per week doen eigenlijk. Dus waarschijnlijk op maandag, woensdag en zaterdag. En bij die dagen, die 3 dagen die ik doe in de week, gaan we dus lekker sporten. Lekker bewegen. Denk een beetje aan Nederland in beweging met Olga, weet je wel, dat ze op een matje staan. Nee, zo moet je het niet voor je zien. Bij de ene apparaat denk je van, moet ik daar een bergbeklimming op uitoefenen? Of het is soms zo lastig om op zo'n apparaat te komen. En dan moet je je voeten weer ergens onderdoor doen. En dan gaat je arm weer in een tweede graads behouding. En dan zit je zo te fitnessen. Ja, het is overdreven natuurlijk wat ik doe. Maar het is wel even lastig. Je moet wel goed dat er een juffrouw is die het even voordoet. Want zonder die mevrouw, zonder die sportleraar, had ik er waarschijnlijk nog raarder opgezeten op zo'n apparaat. Ik voel me best lekker. Het ging beter dan vorige keer. Omdat ja, het waren wat minder zware oefeningen, vond ik. En het waren wel weer leuke oefeningen. Maar het belangrijkste is dat je ze allemaal in je kopje gaat onthouden welke je gaat doen. En dan volgende keer dan gaan we via het schema. We krijgen een schema dat om de 8 weken gaat veranderen. Dus dat is wel heel erg leuk dat er een variatie komt. Maar de eerste 10 minuten gaan we cardio training doen. En cardio training is dat je met je armen en je benen lekker beweegt. Je lekkere billetjes heen en weer. Je voetjes, je armpjes, je bovenbeentjes. Gewoon alles lekker los. Dat is gewoon een soort warming up. Daarna gaan we de krachttraining doen. En we sluiten af met een cardio training. Het is eigenlijk best leuk. Ik ben ook met een vriend Robin. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Die heb je vast wel zeker in de video's gezien af en toe. En als je hem niet hebt gezien, schaam je dood. Volgende keer heb ik weer een update video hoe het ging. Ik ben gewoon een beetje suf. Stiekem ben ik een beetje suf. Stiekem wel. Maar dat hoort erbij. Dat betekent dat je gewoon goed je best hebt gedaan. Als je niet suf bent, dan heb je geen reet uitgevoerd. En dan zit je weer bij de desbetreffende snackbar. Weer grote dikke worst op een broodje met mayonaise te eten. Maar dat is niet wat er gebeurt. We blijven in beweging. Oftewel Nederland in beweging. En ik ben benieuwd, gaan jullie met mij meedoen? En jongens, op de plaats blijven, jongens. We gaan niet Nederland. Ik ga geen sportoefeningen geven. Volgende keer zijn we weer bij terug. Bij een nieuwe update video over het afvallen. Doei doei!